Ik ben zelf geen kandidaat. Ik heb mijn handen vol nu in Limburg, waar ik toch ook heel veel enthousiasme voel bij de afdelingen die ik nu al aan het bezoeken ben. Dus ik heb wel het gevoel dat de mensen aan het wachten zijn op die nieuwe start die we ook nationaal gaan nemen binnen een paar maanden. De machtsstrijd om het voorzitterschap tussen Bruno Tobak en John Krombé verdeelt de SPA diep. Terwijl het juist een oefening in democratie is, zegt Peter van Veldhoven. Want het zijn de partijleden die in juni de voorzitter kiezen. Maar van Veldhoven is dus zeker zelf geen kandidaat. Wie steunt u, John Krombé? Wel, ik wacht nog even af. Zoals ik zei, er komen misschien nog meer dan twee kandidaten. Daar wacht ik even af. De SPA davert overal op haar grondvesten. In Antwerpen wordt een ruzie uitgevochten rond Jasmin Kerbach. In Limburg won Peter van Veldhoven het duel met Ingrid Lieten om het leiderschap. Tijd om de strijdbijl te begraven, vindt van Veldhoven. De velen zijn hier definitief begraven. Ik voel dat ook vandaag, dat de mensen het gevoel hebben van, ja goed, er is een nieuwe leider, we gaan ons daarachter stellen. En ieder heeft zijn rol en Ingrid Lieten heeft haar belangrijke rol in de partij, absoluut. De SPA moet zich storten op het oppositiewerk. Het nieuwe uitstel in de Vlaamse regering van de Noord-Zuid-verbinding heeft van Veldhoven mateloos gestoord. Ik heb nu deze week begrepen dat vorige week het dossier van de Noord-Zuid moest uitgesteld worden, niet om inhoudelijke elementen, maar alleen maar omdat de N-VA niet kon verdragen dat Lode Sijs, de burgemeester van Meeuwen-Gruiter, daarmee in de krant komt. Ja, als dat de verandering is waarop zitten te wachten, is dat bijzonder erg, want dit is nu eens een dossier, de Noord-Zuid, waar heel Limburg achter staat. Frontvorming is meer dan ooit nodig om de Limburgse belangen veilig te stellen, zegt Van Veldhoven. De Vlaamse regering heeft beslist, het was niet onze keuze, maar heeft beslist om de provincie af te bouwen. Waar moet iets in de plaats gaan komen? Er zijn gemeenten die behoefte hebben aan iets boven lokaals. Dan moeten we de volgende maanden, ook met de vier partijen samen, moeten we dat de kop over bijeensteken om die toekomst van Limburg, van de Limburgers, van die voor te bereiden.